vakantievlog. Ik heb al een klein plonsje gedaan. Je kunt dat zien, ik ben nog een beetje nat. En ik ga even iets eten nu, ik heb honger. Doe de goeie, Jamila. Doe de goeie. En wij laten. Dag, schat. Jo. We gaan straks kijken of dat we al een naam voor u hebben, hè. Ja. Het is zo iets meer bewolking vandaag. Dus laten we hopen dat dat nog een beetje verandert, want ik zou graag willen zonnen. Het is warm en zo daar niet van, je kunt zwemmen en al, maar ik zou toch ook liever even een kleurige pakje, dus ja. De bel. Er was er juist iemand aan de deur voor het internet, maar dat is dus nog altijd niet gefixt. Dan moeten ze beter naar het dorp weer. Een gsm-winkel zoeken of iemand dat er verstand van heeft en dan hopen dat opgelost te krijgen. En het weer is niet zo daverend, spijtig genoeg. Het is mijn broer zijn eerste dag hier, maar zonnetje. Ook redelijk fris nog zelfs. Ach ja, misschien wordt dat nog beter vandaag en dit morgen. Hopelijk. Zie je, we zitten zo hoog dat de wolken zelfs over de berg komen. Het is precies zo'n vulkaan of zo. Maar man, dat is zo'n gedoe. Nu heb ik de klantennummer nodig, terwijl dat die mevrouw mij een nummer had gegeven, maar ik weet totaal niet of dat de juiste is. Dus ik heb dat doorgegeven, dat bleek helemaal niet te kloppen. Dus nu moet ik weer een andere klantennummer gaan vragen. Maar ja, ik heb 3 of 4 keer moeten bellen naar waar ik juist aan het bellen was. En dat heeft ongeveer in totaal anderhalf uur geduurd voordat die oppakte. Dus nu moet ik ze beet nog eens terug gaan bellen. Oké, we hebben dus iemand gevonden die ze beet naar het huis komt voor proberen het wifi te fixen. Ik hoop het. Nu gaan we boodschappen doen. Vanavond barbecue. Oh man, we hebben al 3 winkels gedaan ondertussen. Allee, voedselwinkels, hè, voor eten voor vanavond. We gaan barbecuen. En mijn vader en mijn broer zijn nu even nog in de winkel binnen, maar ik kan even niet meer van de warmte. Ik zit hier in een auto met airco op. Wat is dat, man? Ik heb echt even het zwembad nodig, ze beet. En normaal gezien zou er dus direct iemand komen, over een kwartiertje ongeveer, voor het internet te proberen te repareren. Alsjeblieft, laat dat lukken, man. Ik word hier zot. Kunnen wij je dat inbeelden dat je elke dag video's moet plaatsen en dat je soms 3 kwartier moet rijden voordat je een beetje verbinding hebt? Dat is niet de vakantie dat ik voor ogen heb, dus ik hoop echt dat dat werkt, ze beet, en dat er gewoon iemand dat kan fixen. Het is gewoon een wachtwoord dat we nodig hebben. We hebben dus een wachtwoord van de wifi, maar als je dat dan intikt, dan wordt dat goedgekeurd en dan ineens vragen die nog een wachtwoord en daar weet niemand iets van. Dus ook de mensen die daar zelf wonen, zal ik maar zeggen, die dat dan verhuren, die weten dat ook niet. Niemand weet dat. Dus ja, hopelijk weet die vrouw dat wel, die recept komt. Oh mei, ik loop hier echt sowieso met een bikini hieronder, gewoon zo deze. Wat maakt het uit? Op vakantie kan alles, toch? Wat wij allemaal hebben gedaan voor dat internet, dat wilde Golle echt niet weten. Er juist kwam er nog een mevrouw naar hier, die dat ook alles aan het proberen was. En ineens kreeg ik het geweldige idee om misschien de router even los te koppelen en terug in te steken. En ineens was dat internet terug. Dus we hebben internet. Maar waar wij hier allemaal voor... De eerste 2 dagen was voor mij zelfs geen verlof, omdat ik gewoon wist dat ik geen internet had. En dat ik mijn video's niet ging kunnen plaatsen. Ik was niet echt in mijn ontspannen modus. Maar nu kan ik rustig vloggen en chillen en s'avonds rustig bewerken. Dus ik ga direct zwemmen. En ik ben heel blij dat het werkt. Een beetje water pakken. Kom.
waterpakje voor Tonje. Is dat ook water? Waar? Er staat een kom met water. Ik heb hier wel straks water gegeven. Oh, echt? Kom eens hier, kijk eens hier. Wat is dat? Wat is dat? Ja. Drink maar lekker water. Kom, schatje, hier. Hier is ze. Hier. Nee? Oké, dan. Hij of zij heeft precies niet veel dorst. Ik kom zojuist mijn kamer binnen. Ik zie hier echt zo nog zo dat drinken van een Burger King van de eerste dag staan. Dat zal ook nog steppig zijn. Ik heb juist een paar reacties gelezen van de fans voor de naam van de hond. De naam van de hond is een heel gepeste naam ook. Omdat ik, aangezien dat ik een paar dagen zonder internet heb gezeten en iemand reageerde de naam Wifi, ga ik de hond dus ook Wifi noemen. Dan kan ik tenminste zeggen dat ik hier toch mijn volledige vakantie Wifi heb gehad. En nu ga ik nog wat zwemmen, want ik heb nog niet op de watermeloen gelegen. Maar er was wel iemand gekomen met een elektrische pomp, omdat we dus geen pomp hadden en dat lukte niet. Maar nu is die opgepompt. Dus die ga ik in het water gooien. En ik ga daarop zonnen en lekker bruin worden. Ik lag dus even in het water, op dat ding. En een half uur later word ik wakker. De zon is onder. Het is hier ijskoud ineens. Allee, ik kou niet, maar de zon scheen niet meer op mij. Dus ik heb het echt wel kou. Ik ga eten. Barbecue. Er liggen patatjes op de barbecue en nog spiet nog vis en zo. Gegeten, maar echt zo letterlijk 10 seconden geleden en ik lig hier al op bed. Ik voel me eigenlijk niet zo goed. Oh my god, ik heb dat. Oh. Jullie wel? Ik hoop dat jullie deze een toffe derde vakantievlog vonden. En ik hoop jullie morgen terug te zien bij een nieuwe vlog, want we zijn nog lang niet klaar. En ik ga mijn kleren natoen onder de dekentjes en slapen. Ik heb er vandaag vroeg in. Ik heb de laatste nachten wat later moeten gaan slapen omdat ik mijn video's nog eens bewerken. Dus ik kan er op tijd in kruipen vandaag en dan bewerk ik de video morgen vroeg. Als je nog suggesties hebt van dingen die je in de vlog wilt zien of dingen die ik moet doen in het zwembad of zo, laat mij dat allemaal weten in de reacties. Ik lees ze sowieso en ik zal ze zeker proberen toepassen in de vlog. Dus ik zie jullie morgen om 5 uur bij een nieuwe vlog. Doei!